1, 2, 3. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag donderdag en het is de laatste dag voor ik ga werken. Morgen ga ik werken. Het is 6:15, namelijk het hele huis is waar ik kwam dat mijn moeder boos werd omdat de hond weer naar buiten moet. Cody wordt oud. Merk je me nu echt heel erg. Die hond is echt al weken aan de scheid. Hij krijgt niks anders te eten dan normaal. Hij krijgt gewoon zijn eten en zijn brokken en af en toe is tussendoor een koekje. Maar schijnbaar willen ze darmen het niet helemaal verwerken. En is hij dus al weken aan de scheid. Tenminste, niet weken, maar volgens mij nou wel zeker een aantal dagen elke keer aan de scheid en ook s'nachts. Dus ze moeten elke keer naar beneden en vanmorgen was ze dus weer, dus mama werd boos. Dus dat hoorde ik, want ik slaap heel licht, 's morgens vroeg. Dus nu is ze in de huis wakker. Oh. Het is echt serieus 6:15, jongens. Morgen zal er niet heel veel verschil zijn, het is serieus wel licht buiten. Heel licht, licht, het is niet heel erg door, het is niet al heel veel licht. Maar, licht is het wel. Ik heb trouwens in ieder geval wel lekker geslapen aan deze kant van de kamer. Mocht je het gisteren niet gezien hebben. Ik heb de boel weer verplaatst. Alles staat anders. Weer is wat anders. Ik ga nu de vlog editen, want ik heb toch niks te doen. Zo vroeg op de ochtend. Ik had mijn wekker gewoon over 7 gezet. Het was dus een uur en een kwartier eerder. Maar goed, maar niet uit. In ieder geval, mijn vinger doet nog steeds zeer. Dat is jammer. Hopelijk, ik zal zo filmen, maar het ziet er zo ook niet echt uit. Hopelijk verandert het nog een beetje vandaag. Ik ben echt net wakker, jongens. Echt net wakker. Het was precies 6:00. Ik ben een kwartiertje wakker. Ik ben even naar boven gelopen. En mijn moeder. En toen ontving ik dus het bericht dat ze redelijk geïrriteerd was omdat de hond zo vroeg naar beneden wou. Maar goed, weet je, toen ben ik zo, die hond is oud, denk ik dan maar. Je weet niet wat er is met die hond waarom die het heeft. Dus het is maar afwachten en afwachten en afwachten. Ja. Ik ga me zo natuurlijk maar gewoon lekker aankleden. Ik ga voor mijn gemak lekker een video editen en wat YouTube video's kijken en dan rond een uurtje of 7 ga ik er wel echt uit. Oh. Niet dat ik vandaag dingen op de planning heb hoor, maar ik bouw expres op tijd op zodat ik er morgen minder last van zou hebben. Dus dan moet dat maar. Goed, het is bijna 7:30. De video is geëdit, dus daar ben ik heel blij mee. Want dat betekent dat het gewoon allemaal lekker klaar is voor vandaag. Waar ga ik mijn kaarsje nu leggen? Ik zeg, leg je wel hier bij mijn afstandsbediening niet meer. Jongens, het is echt takkenweer. Het regent super, super hard. Het ziet er echt niet uit buiten. Ik zou niet eens mijn rolgordijn open willen doen. Zo vies ziet het uit buiten. Ik ga even deze lamp aan doen. Iets meer licht. Goedemorgen allemaal. Ik ga even gauw douchen. Even mijn haar en alles wassen. En me aankleden. En ik ga gelijk even mijn bed opmaken, want dan is dat ook lekker gebeurd. Oh jongens, ik moet echt mijn haar wassen. Ik heb volgens mij die verf niet zo heel goed uit mijn haar gewassen de afgelopen keer. Dat is niet zo fijn, om heel eerlijk te zijn. Ik ga gelijk even kijken wat ik aandoe. Ik denk gewoon een zwarte legging in een trui, denk ik. Dat ziet er niet warm uit. Ik wil deze trui aandoen. Dit is eigenlijk een pyjama trui. Oh, er valt van alles uit mijn kast. Dit is eigenlijk een pyjama trui, maar die is zo lekker. Dus ik denk dat ik die lekker aandoe met een topje eronder ofzo. Ik had hier nog een topje liggen. Oh hier. Ik ga dat lekker aandoen. Lekker makkelijk en chill. Goed. Ik heb net gedoucht. Alleen, hoe dom. Ik wou nog een workout doen. Dus ik heb eerst gedoucht. En nu ga ik een workout doen. Moet ik echt denken, waarom? Maar goed, maakt niet uit. Ik ga de Better Back workout doen. 7 minute workout woman. Dus die ga ik doen. Het duurt maar 7 minuutjes. Het is even om mijn rug lekker los te maken.
Dus ik ben benieuwd. Ik ga even een kleine snelle workout doen. Dan ga ik me alsnog opfrissen daarna. En dan ga ik dit allemaal in orde maken. Lekker slim. Yay! Oh jongens, op een harde grond is niet lekker. Echt niet. Dat is echt zeer. Oh, maar goed. De workout is gedaan. Nu ga ik hem verder aankleden. Ik had wel mijn legging al aangedaan die ik vandaag ga doen. Even aankleden, even opfrissen gauw. Je zweet toch wel weer heel gauw dan. En even gauw aankleden. Goed. Ik ben helemaal klaar. Ik ben aangekleed voor een lekkere chill outfit vandaag. Ik heb een topje aan, vervolgens heb ik deze trui aan en deze zwarte legging. En ik heb mijn Nike's aan, dat ik ze nog even uit wil lopen voor morgen. Dus de outfit vandaag niet heel erg bijzonder of speciaal of iets, maar wel iets. Ik heb mijn wenkbrauw even gedaan, die ga ik zo even verven nog. Nog een keertje donker verven, hoef ik ze 's morgens in ieder geval niet in te kleuren, dat is wel lekker. En verder ja, ga ik nu naar beneden. En ga ik eindelijk koffie drinken. Het is 8:15, dus perfecte timing. Let's go. Goed, ik ben helemaal klaar. Ik heb koffie gehaald. Tada. Ik ga lekker even op mijn telefoon. En ik pak lekker even mijn laptopje erbij. En ik ga even kijken. Of er nog wat leuks is om te kijken of te doen. Ik weet het niet. Ik heb geen idee. Ik hoop het. Ik heb vanmorgen al wel een vlog van Alicia Marie gekeken. Dus dat is alweer helemaal gebeurd. Maar misschien is er nog van alles leuks. Ik weet het niet. Ik heb in ieder geval een nieuwe pleister op mijn vinger gedaan. Het ziet er echt niet uit, jongens. Mijn vinger. Echt vreselijk. Er mist echt een heel stuk. Ik zag het er net. Ik dacht, oh jee. In ieder geval ben ik heel erg benieuwd. We gaan het allemaal meemaken. Goed, ik loop even buiten. Ik heb net boodschappen gehaald. Die zijn inmiddels thuis en ik loop nu even richting mijn opa en oma. Opa en oma, want ik ben dus kruidenmix vergeten voor door de pasta. En ik heb een extra kaas-uienbrood meegenomen. Maar dat is te veel voor mij, dus ik denk mijn opa vindt het ook lekker. Dus dan geef ik hem lekker een kaas-uienbrood. Die hij zo lekker kan eten in de middag. En dan ga ik naar huis toe. Ik heb net lekker gegeten gelukkig, dus dat is allemaal gebeurd. En de zon is net weg jongens, zo jammer weer. Het was net zo lekker. Maar goed. Op naar mijn opa en oma, alhoewel ik ben er bijna. Ik loop al in de straat. Oké. Goed. Ik ben even op mijn bed gaan zitten en de camera is ingezoomd. Mocht je je afvragen waarom het er zo nu niet anders uitziet. Ik...
was even een livestream aan het kijken van Eva. Die is trouwens nog steeds bezig. Maar ja, ik ben dus net even alles een beetje gaan klaarmaken. En het leek me leuk om jullie gewoon eventjes in een soort vlogstijl vanavond ook even mee te nemen van joh, wat doe ik nou eigenlijk allemaal in de tijd dat ik moet gaan werken. Maar de avond daarvoor, hoe maak ik mijn eigen en hoe bereid ik me eigenlijk voor op de volgende dag als ik vroeg moet gaan werken. Het is nu 4:15, dus het is een redelijk einde van de middag, avond. Routine voor mij nu. Ik heb mijn werk gedaan, alles. Ik heb geëdit, geüpload, alles is ready en klaar en helemaal top. Wat ik net heb gedaan, dus ik heb mijn tas ingepakt. En het enige wat ik daar heb ingedaan extra is mijn heuptasje voor het werk. Mijn lippenbalsem erin. En hoe heet dat nou ook alweer? Een boekje, zo'n moeilijk woord. Een boekje en een pen. Ik vind het altijd fijn om iets van pen en papier bij me te hebben. Dus dat heb ik nu dus ook gedaan. Verder rest, ik ga het morgenochtend een flesje drinken en een koekje of een stukje fruit in ofzo. Maar dat zullen jullie morgenochtend wel gaan zien, want ik blijf gewoon dagelijks vloggen. Voor zolang het allemaal kan. Ja, ik heb mijn kleding al wel klaargehangen en ik heb mijn slaapkleding ook al klaargelegd hier. Maar ik ga jullie even laten zien wat betreft de kleding voor morgen en alles. Ik heb alles klaargehangen hier. Ik heb een topje met een t-shirt en een vestje. Aangezien ik niet weet of het daar heel erg koud gaat zijn of warm. Ik gok warm met alle beschermende kleding die we straks aan moeten in verband quarantaine. Of in verband corona. Broek ligt hier en ondergoed zit gewoon in de mannen. Die pak ik gewoon morgenochtend of leg ik vanavond hier klaar. Dus dit is het outfitje wat ik morgen aan doe. Gewoon een t-shirtje met een zwarte broek. En deze schoenen natuurlijk. Trouwens, ik moet zeggen jongens, met de lichtjes is het wel echt goed gelukt. Hier zie je alleen de kabel liggen, maar ja, niemand die hier komt. Maar ik vind het er wel echt heel gezellig uit te zien. Wat ik verder ga doen nu, is nu niet zo heel erg veel eigenlijk. Voornamelijk straks zal je mij heel veel bezig zien en horen. Dit is trouwens de tas die ik morgen meeneem. Dit is gewoon mijn nieuwe tas die ik gewoon meeneem. Want hij valt op en hij is leuk en vrolijk en gezellig. Dus die neem ik mee. Verder heb ik nu niet zo heel erg veel te doen. Ik denk dat ik zo de hond alvast eten ga geven. En verder ben ik op zich nu lekker aan het chillen. Het is vaak wel dat ik rond deze tijd echt wel lekker aftakel met de dag. En gewoon lekker relaxed met dingen doe en bezig ben. Gewoon relaxed, niet te druk. Niet te veel. Gewoon lekker voorbij komen. Ik ben ook echt wel heel erg moe. Echt heel erg moe. En net ook pas met Ash aan het bellen. Toen dacht ik echt, oh, zo moe. Ik viel echt serieus bijna in slaap. En dat heb ik echt niet vaak. Maar in ieder geval ga ik natuurlijk zo meteen eten. We gaan vanavond pasta maken. Dat ga ik niet filmen, want dat heb ik al eerder gedaan. En het is gewoon heel erg simpel. Dus ik ben bij jullie terug na het eten. Ik ga denk ik nu lekker het eten beginnen. Dan eten we lekker vroeg. En ja, dat is wel fijn denk ik. Ik kom tussen de camera even opladen. Dus het enige wat ik nu ga doen is de honden eten doen. En avondeten klaarmaken. Pasta. Dus dat gaan we nu doen. Dus ik ben terug na het eten. Oké, goed. Ik heb lekker gegeten. Ik heb altijd zo'n idioot droge mol. Droge keel als ik pasta heb gegeten. Want ik kruid het altijd zo lekker. Dus oké, in ieder geval, ik kan me goed ruiken, want mijn neus is weer doorgefikt. Ik heb beneden alles klaargezet. Ik heb beneden een bakje klaargezet met muesli er alvast in, bord erbovenop. Een beker ernaast om mijn koffie mee te nemen. En een glas ernaast om koffie te gaan drinken 's morgens. Zodat ik lekker kan ontbijten morgenochtend gelijk. En dat alles ready is. Mijn flesje drinken staat in de koelkast. Mijn Oh ja, ik neem morgen een banaan mee. En er zitten twee van die kleine koffiekoekjes in mijn tas. Standaard. Want als ik iets gek heb en ik ben weg of zo, dan kan ik dat gewoon lekker eten. Verder ga ik me nu lekker omkleden. Het is best wel vroeg nog. Het is niet zo laat.
Het is 5 voor 6, dus het is best wel vroeg. Ik ga ook geen koffie meer drinken, want dan weet ik zeker dat ik niet meer slaap. Maar ik denk dat ik zo meteen wel een kopje thee ga zetten. Daar heb ik nog wat trek in. Dus dat gaan we zo meteen even doen, denk ik. Verder, ja. Niet zo heel veel. Ik denk dat ik zo gewoon lekker al in mijn bed ga chillen. Want alles is op zich al klaar en gedaan. En de ene dag ziet mijn avond er nog iets drukker uit dan dit. Nu heb ik eigenlijk heel veel voorbereidingen gedaan. En het is het fijne, dat vind ik heel erg wennen, dat ik geen stage heb, maar dat het echt werk is. Dus ik merk ook wel heel erg aan mezelf van, ik hoef ook gewoon verder niks in te pakken of klaar te maken of iets. En ik heb morgen natuurlijk een korte dag. Dus dat is ook wel heel erg fijn. Ja. Ik ben heel erg benieuwd. Ik ben ook heel erg benieuwd hoe mijn dagindeling gaat zijn morgen. En vooral op zaterdag. Want vaak als ik lange dagen had, dan was het 's morgens werken. En 's middags na de lunch met de bewoners ging ik ja, eigenlijk altijd de ging ik mijn stageopdrachten doen. Jongens, echt, ik slaap gewoon nog steeds half. Ging ik stageopdrachten doen. Maar dat heb ik nu natuurlijk allemaal niet meer. Dus ik ben nu heel erg benieuwd wat ik 's middags ga doen. Misschien dat de bewoners wel zo goed zijn dat ik nog een spelletje met ze kan spelen of zo. Ik weet het niet. Ik ben heel erg benieuwd. Ik wil wel even een andere broek dan die ik hier heb neergelegd. Eentje die iets fijner is. Even kijken, jongens. Even spieken waar mijn andere broeken zijn. Oh, ik kan ook gewoon die baggy broek aandoen. Die zit gewoon heel erg lekker. Die is minder strak. Maar die zit wel lekkerder. Ja, ik denk dat ik die gewoon lekker aantrek hoor. Wat is dit dan? Is die high waist? Oh, dit is die high waist. Ja, die doe ik aan. Die is chill. Die zit lekkerder dan deze broek. Ook zwart. Maar deze broek zit zo idioot strak. Ja, ik doe die morgen wel aan. BH even klaarleggen. Ondergoed. Dat moet natuurlijk ook. Ach jongens, wat ben ik allemaal aan het doen. Echt hoor. Ik ga even ondergoed klaarleggen. Goed. Ik heb een heerlijke avond gegeten. En ik heb zojuist mijn ondergoed, mijn broek ook allemaal klaargelegd in de kast. Dit hangt natuurlijk gewoon lekker klaar. Ik heb beneden een schaaltje neergezet met mijn muesli erin. En dan vervolgens een bord erbovenop, zodat het wel gewoon afgedekt en veilig en schoon en lekker blijft. Vervolgens kan ik dus morgenochtend alleen maar de yoghurt erbij gooien en heb ik gewoon mijn ontbijt. Ik heb mijn to-go beker ernaast neergezet, mijn travel beker. En ik wou nog iets zeggen. Oh ja, en er staat een glas naast, want ik ga zo meteen nog wel even een kopje koffie drinken. Dat is wel zo lekker. Ik had wel natuurlijk ook gewoon een notitie dingetje bij. Van wanneer ik wat doe en hoe of wat. Alles wel. En ja. Verder heb ik nu niet zo heel erg veel te vertellen. Ik ga geen koffie meer drinken zometeen. Want anders weet ik sowieso dat ik niet ga slapen. En dat wil ik niet. Ik wil wel graag lekker kunnen slapen vanavond. Ik zal denk ik wel wat onrustiger gaan slapen. Omdat ik eigenlijk altijd wel heel erg niet opgefokt ben. Maar toch eigenlijk altijd wel bang ben. Dat stel je voor, je slaapt door. En je slaapt dan door die wekker heen. En dat, ja. Dat zou ik niet willen. En zeker niet op de allereerste dag. Ik zoek een dun schrift. Ik had een hele dikke. Maar toen dacht ik, waarvoor zou ik zo'n heel dikke schrift meenemen? Als er uiteindelijk toch niks in moet. Ik wil eigenlijk een klein schriftje. Maar ja, die zie ik nou niet. Dus dan denk ik dat ik gewoon... Wat zit in mijn tas? Trouwens, als het er niet in was. Deze lijkt wel veel te groot. Het past dus niet. Dat is jammer. Ik heb nu gewoon een klein blaadje in mijn tas gedaan. Want op zich... Ik vind er toch niks nodig aan schrijfdingen en weet ik het wat. En hebben ze daar vast wel een blaadje als ik een blaadje nodig heb. Ja. Ik ga me omkleden, jongens. En mijn make-up eraf halen. Ik ga me eerst omkleden en dan ben ik bij jullie terug. Want dan gaan we de maquillage er ook afhalen. Goed, het is inmiddels iets later geworden. Want ik ben dus afgeleid door TikTok. Ik bleef scrollen. En scrollen. Dat ik dacht, oh, dat is helemaal niet de bedoeling.
Hallo jongens. Wat is die camera altijd wazig? Goed, ik heb twee watjes. Die leg ik hier neer. Een reinigingsspul. Dit is Pure Cleansing Micellair Water van Kruidvat. Deze is dus voor echt diepe, diepe reiniging voor je gezicht. En ja, vaak kan je niet... Vaak moet je niet van die goedkope dingen gebruiken. Maar ik moet zeggen jongens, deze was ook echt niet goedkoop. Ik denk waarvoor zijn mijn wenkbrauwen nou zo donker, maar ik heb ze natuurlijk nog een keer geverfd. Dat is waar. Even goed alle restjes eraf. Oh, andere vinger, anders wordt die pleus er nat. En dan pak ik er nog eentje, want dit is de make-up die ik van mijn gezicht afhaal. Jongens, als dit geen lange vlog is, weet ik het ook niet meer hoor. Dit moet toch wel een hele lange vlog zijn. Ik heb naar mijn gevoel echt super veel gevlogd vandaag. Dat is dat. Zet ik die terug. Dan is het tijd voor deze hydrating booster. Deze doe ik of 's morgens of 's avonds op. Vaak 's avonds, maar ik wil ook wel eens dit 's morgens opdoen. In plaats van de crème als ik echt vroeg make-up op ga doen. Bijvoorbeeld morgen ook denk ik. Want de crème trekt heel erg, duurt heel erg lang voordat het intrekt. Dus dat vind ik vaak wel een dingetje. Vaak doe ik mijn gezicht ook wassen, maar heel eerlijk gezegd heb ik daar vandaag niet zo heel veel zin in. En ik heb vanmorgen uitgebreid met allerlei verschillende facebrushes mijn gezicht gewassen. Het gaat me er nu even om dat mijn gezicht schoon is en make-up vrij. En dat is het eigenlijk. Mijn nek een beetje meenemen. Dan laat ik het heel even intrekken. Want het heeft natuurlijk nu niet zin om gelijk de crème eroverheen te smeren. Dus daar wacht ik heel eventjes mee voordat het een beetje ingetrokken is. En dan ga ik de crème opsmeren. Deze komt trouwens ook weg. Dat doekje. Wat ik wel ga doen is mijn ogen druppelen. Ik heb namelijk heel erg last van droge ogen. En ik heb deze oogdruppels bij de Albert Heijn gehaald. Dat was echt zo scheef. Ik vind het altijd creepy om er naar te kijken, want dan ga ik mijn ogen dicht zetten. Dat is één. En dat is twee. Nu zie ik heel even niks. Oh jongens, de tranen lopen over mijn wangen. Wat een ellende. Nee, ik doe vaak 's avonds en 's morgens mijn ogen druppelen. En als het echt moet tussendoor ook. Maar ik heb heel erg snel last van branderige ogen. Dus nu zie ik wel even wazig. Emotioneel. Nee. Mijn ogen tranen altijd heel erg. Oh. Kijk, en nu zie je dat er al toch alweer restjes make-up alsnog van mijn wimpers afkomen. Maar goed, ik laat het... Oh, trouwens, het is al erg aardig ingetrokken. Dan gaan we gewoon lekker gelijk door, jongens. Ik gebruik trouwens dezelfde crème als waarvan ik het reinigingswater heb gebruikt, micellair water. En dan doe ik gewoon een klein beetje op mijn gezicht, jongens, en dat smeer ik gewoon lekker helemaal in.
ik merk dat mijn gezicht echt heel snel heel droog is. Dus ik heb echt wel heel veel nodig. En ik vind dit voor mij gewoon heel erg goed werk op zich. Ik heb een paar kleine breakouts omdat ik mijn maandelijkse dingetjes weer heb. Maar voor de rest mag ik niet klagen, jongens. Mijn gezicht is echt voorheen veel en veel erger geweest. En ja, wat ik zeg, ik mag nu echt niet klagen. Het is echt niet erg. Het ziet allemaal netjes uit. Ik ga hierna trekken en is mijn skincare bij deze gedaan. Ik heb me trouwens nog niet omgekleed, omdat ik was afgeleid. Dus ik ga me nu even opkleden. Goed. Ik ben inmiddels helemaal ready, omgekleed en wel. Ik ga mijn tv aanzetten. Ik heb een kopje thee gezet die ik lekker ga opdrinken. Ik ga mijn tv aanzetten en ik zal zo meteen nog één keer mijn bed moeten om alles uit te zetten. Maar ik ga mijn wolgordijn dicht doen. Ik heb alleen deze lampjes aanstaan en het enige nare vind ik dan wel. Het is net 7:15 jongens, dus het is nog super vroeg. Maar ik vind het dan gewoon heerlijk om, als ik gewoon lekker op tijd klaar ben, ik heb alles gedaan, dan ga ik gewoon lekker... Oh. Hier, ik zocht mijn SD-kaartje, die leg ik al hier. Ja, ik vind het dus heerlijk om dan gewoon lekker in mijn bed te zitten en lekker nog een filmpje te gaan kijken ofzo. Aangezien ik daar toch lekker de tijd voor heb, deze gaat ook uit trouwens. Ik heb mijn wekker al wel gezet voor morgen. Ik ga morgen om, wat zei ik nou, 5:45 op, 6:10. Je zou denken, wow, dit is super vroeg. Ja, is het ook. Maar ik vind het heerlijk om lekker vroeg op te staan. Dan alles last minute te moeten doen. Dan alles last minute te moeten doen. Dat vind ik echt niet fijn. Dus dat doe ik dan ook zeker graag niet. Maar ja, ik vind het dus heerlijk zo, jongens. Het is echt gewoon een lekker day in the life vlogje vandaag. Ik heb best veel gefilmd. Alle lampjes staan hier aan. Super gezellig. Het is jammer dat het nog zo licht buiten is. Anders had het er wat leuker uitgezien. Maar, oeh, mijn laptop is ook niet zo heel erg vol meer. Oeh, dat is jammer. Ik ga in ieder geval gewoon lekker wat YouTube video's kijken, want dat kan nu nog. Dat is heerlijk om te doen. Dus dat gaan we ook gewoon lekker doen. Ik ben op zich helemaal klaar. Mijn make-up is gedaan. Alles is ready en klaar. En helemaal top. Wat ik nu ga doen is even op YouTube rondstruinen. Om te kijken of ze nog leuke dingen hebben. En dan ga ik daarna lekker slapen. Zal ik de vlog gaan eindigen? Ik denk het wel, jongens. Het is 7:15. Het enige wat ik nu nog ga doen is in bed zitten en YouTube kijken. Dus daar heb ik niet zo heel erg van aan te doen. Dus ik bedank jullie voor het kijken. En dan zie ik jullie morgen weer bij een nieuwe vlog. Mijn eerste werkdag, jongens. Ik ben heel erg benieuwd. Ik hoop dat ik een beetje lekker ga slapen. Doe een duimpje omhoog en dan zie ik jullie morgen. Doeg!